Katrien de Vos als de kotmadam. Juist op tijd. Ah, hier zit iedereen. Luxke had daar wel eens mogen zeggen dat hij een tombola niet meer in Oostende doorging, hè? Van vanmorgen 10 uur ben ik onderweg. En pas op, je moet dat niet onderschatten, hè? Van Leuven naar Oostende, op de Brommer, in soirée, kan u verzekeren dat je veel bekijks hebt. Allee, ik kom daartoe in Oostende. Ik doe daar 3 keer de tour van dat casino. Ik dacht daar een deur open vindt, hè. Ik stap op dat podium, ik wil aan mijn speech beginnen. Zit dat daar vol oude mannetjes van de Schuttersgilde voor de uitreiking van de Gouden Boog? Oh, beschaamd dat ik was, hè. Allee, vooruit, terug op die Brommer richting Vilvoorde voor wat meer uitleg. Ik kom daartoe, dat is nog erger. Heel die medialaan, potdicht, niemand niet thuis en ik mag bellen. Uiteindelijk komt daar toch nog iemand van de kuisploeg open doen. Ik zeg tegen dat meisje, Gertietje, waar zit iedereen? Zeg dat kind. Ze zitten in het Sportpaleis van Antwerpen, joh. En die uitleg bleef maar komen. Zie, ik kreeg dat zo op mijn heupen, hè. Allee, vooruit, terug op die Brommer en via Leuven naar Antwerpen, hè, want dat is de enige weg die ik ken. Zie, hè, ik ben helemaal over mijn toeren. En ik heb nogthans vrij mijn best gedaan, hè. Allee, ziet dat af met een dure misampline de vaantjes. Mijn stola is onderweg 1 keer in het wiel gedraaid. Maar pas op, dat is nog niet zo erg, die mag een machine op 30 graden. Ik heb ze ook nog allemaal op rij, hè, zeg. Nog goed dat ik mijn cocktailkleedje met 0,5 meter uitgelegd heb. Want kan u zweren op de Brommer, dat is frisjes aan de knieën, hè. Maar allee, we gaan niet aan ons hartje laten komen, dames en heren. We gaan eraan beginnen, hè. Het is allemaal hier... Ah, het is allemaal hier om te doen. Het gouden... Oog. Ah, oog! Oog, maar dat komt door die satijnen handschoenen. Ik werk meestal met van die koudschoeten en dat glijdt niet zo. Maar het is niks, hè. Ik heb er thuis nog een staan, ik zal u een van mij lenen. Dank u wel. Maar, please. Zijn zoveel mooier dan ik dromen kon. Dit komt maar eenmaal in een leven voor, we gaan er vandoor. Yeah.
de winnaar is. Ja, zie, ik heb nooit met handschoenen kunnen werken. Allee, vooruit. De winnaar is... Mijn bril alleen nog thuis op de commode. Zou ik je dan nog rap eens mogen omrijden? Nee, zeker. Oké. De winnaar is... Clouseau! Mannekes, pak dat ding nu maar als zelf, want ik pak dat niet meer in mijn polles, hè. Alsjeblieft, dat is voor u. We willen zeer graag mama Linda bedanken, onze zeer goede manager en zeer goede vriendin. We willen ook zeer graag EMI bedanken. En we willen uiteraard alle mensen bedanken die van onze muziek genieten en fan zijn en onze cd's kopen. En wij zijn niet van plan van snel te stoppen. Dank je wel.